De brandweer draaide afgelopen weekend overuren. Tussen 3 uur 's nachts en 6 uur 's ochtends moesten maar liefst 6 keer worden uitgerukt voor een autobrand. 2 keer in de Maten en 4 keer in de wijk Zuid. Op maandag lijkt alles weer rustig, maar de onrust in de buurt is duidelijk merkbaar. Dat is het enige wat nog over is van uw auto volgens mij, hè? Ja, heb je heel goed. Wat is er precies gebeurd? Brandstichting van een bus. Volgens mij een van de 6 in Apeldoorn. We lagen lekker te slapen en je wordt door je kinderen wakker gemaakt. Van de deurbel gaat en de telefoon gaat. Je komt beneden en je ziet de brandweer. En ja, je auto is uitgebrand. Ja, wat denk je? Je schrikt. Dus het had hier net zo goed het gebouw over kunnen slaan. Ja, dan wonen natuurlijk een hele hoop mensen daar. Ook in de Maten is het niet de eerste keer dat er een serie brandjes is. In februari werden er ook al 2 auto's in de fik gestoken. Buurtbewoners maken zich dan ook behoorlijk ongerust. Ja, dat was wel schrikken, want het was al eerder gebeurd. Ja. En wat denkt u dan? Ja, op zich voel je daar wel woede bij. Mensen moeten gewoon met hun handen van de spullen van anderen afblijven. Nou, ik vind dat erg. Ik vind, dat wordt hoe langer erger. Ik vind dat niet normaal. Dat jeugd is toch tegenwoordig niet normaal als ze zulke dingen doen. Maar ja, wij liepen vroeger 's nachts niet op straat. Maar tegenwoordig lopen de kinderen allemaal 's nachts op straat. Ja. Ik begrijp niet dat die ouders er niet op letten. De politie is een onderzoek gestart naar de branden. Verder wordt er de komende tijd meer gesurveilleerd in beide wijken.